Het perfecte plaatje voor Instagram of gewoon een gezellig vakantiekiekje. Een bollenveld is dan natuurlijk een prachtig decor. Ik zag u net een paar meter het veld inlopen om een foto te maken. Ja, dat is zo prachtig, zo deze natuur. Maar het is genoeg, vinden de kwekers. De toeristen richten te veel schade aan. En dan gaan ze tulpen uittrekken, ze gaan erin staan. En het doet mij pijn. Het doet me gewoon echt pijn. Als ik daar 300 man in zie staan, die moet er allemaal één voor één uit gaan zitten vissen. En ze maken schade, dus ja, dat kost ook geld. Op dit veld alleen al liep deze kweker vorig jaar 10.000 euro schade op. De slogan Enjoy the flowers, respect our pride moet selfie-makende toeristen nu zo ver mogelijk van de jonge tulpen houden. Maar of dat lukt? Are you aware of the fact that you can't walk into the fields? No. Oh, ik heb gedacht, jullie hebben het ook gedaan. Wij? Nou, die meisjes. Net. U zag anderen doen en u dacht, ik doe het ook. Heel goed, ja. Toch zijn de meeste toeristen zich van geen kwaad bewust. Well, I would walk down the middle maybe, but I wouldn't step on the flowers. Why not? Oh, if they let me, I'd run through it. But no, it would wreck everything. We yelled at some people earlier, there was actually a block and they were going past the block. Oh, really? You warned them? Yes. Voor mooie Instagram-posts kun je volgens de telers dus beter gewoon voor de bloemen staan. Ik hoop dat de mensen gewoon van de bloembollen genieten en dat ze het niet vertrappen. En dat ik geen prikkeldraad hoef te zetten, dat ik echt een bloedhekel van. Of politieagentjes hier niet meer gaan zetten, nou, dat schiet allemaal niet op.